Op 25 mei 2019 wordt landelijk de Museumnacht georganiseerd. Het Nationaal Leger doet voor de 5e maal mee aan deze Museumnacht. Mensen die het museum willen bezoeken, mogen dat van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds doen. Wij praten met de heer Ilahi Baks, die ons alles vertelt over deze Museumnacht. Meneer Ilahi Baks, wat houdt de Museumnacht in? Museumnacht is een nacht waarbij alle musea die in het land zijn, haar deuren zullen openen. En de bezoekers vrij naar een desbetreffend museum kunnen stappen. Willen ze naar meerdere musea gaan die avond, omdat ze dat goed hebben gepland, dan is dat helemaal aan de beoordeling van hun en de keuze waar ze allemaal naartoe willen gaan om te genieten van het mooie wat er is in de diverse musea. Internationaal bestaat deze nacht al heel lang, omdat de mensen in het buitenland vaak ook gaan naar verschillende musea om ook weer getuige te zijn of te genieten van de geschiedenis en te kijken wat er allemaal dus nog erbij is gekomen. En zodat men dus ook daar studies over kan maken. En voor Suriname is dit hele gebeuren, ik dacht in 2014 begonnen, toen de mensen van het Surinaams Rumhuis het initiatief namen om dus vanwege dus die wereldwijdse gedachten ook de deuren te gaan openen voor de diverse musea die er toen waren in Suriname. Het Legermuseum bestond er nog niet. Het Legermuseum is geopend door de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, op 12 mei 2015. Dus toen wij het bericht kregen van we hebben museumdag op 28 mei, toen hebben we direct gereageerd. Mogen we dan ook onze deuren opengooien? En het antwoord was goed. Dus vanaf 2015 zijn we erbij betrokken. En deze nacht wordt voor ons ons eerste lustrum en voor de organisatie de 6e keer. Wanneer wordt deze nacht gehouden? Deze nacht wordt aanstaande zaterdag gehouden op 25 mei aanstaande. En wij gaan onze deuren openen om 6 uur des namiddags. En tot hoe laat blijven ze open? Vanwege de regels die we hier hebben in de kazerne, denk ik dat we toestemming krijgen om tot 10 uur 's avonds open te blijven. Mits de leiding zegt van jullie mogen uiterlijk 11 uur nog gasten ontvangen. Maar je moet ook rekening houden met een stukje veiligheid van de kazerne. En vandaar dus dat ik zeg van de mensen die hier naartoe willen komen zijn van harte welkom tussen 6 en 10 uur 's avonds. Hoe belangrijk is het dat mensen het museum van het Nationaal Leger komen bezoeken? Ik wil bijna zeggen, wij zijn het drugsbezochte museum. De mensen willen dingen leren uit de geschiedenis. Suriname, de Republiek Suriname, is geboren op 25 november 1975. Maar daarvoor waren we een kolonie van het Koninkrijk der Nederlanden. En een heleboel van ons militair wapentuig stamt af vanuit het wapenarsenaal wat dus de Nederlanders toen naar Suriname hadden gebracht en hier hebben achtergelaten. En vanwege het feit dus dat Suriname met een leger begon, hebben ze dus een heleboel van die oude wapens dus geschonken aan Suriname, zodat Suriname dus ook haar eigen leger verder kon opbouwen. We hebben in de afgelopen periode hebben we wat modernere wapens bijgehad. Die heb ik nog niet in het museum. Tegen de tijd dat het zover is dat we die wapens binnen mogen halen, zullen we die wapens dan ook binnenkrijgen.
Het lijkt mij het verstandigst om het publiek te vragen via de ingang aan de Gemeenelandsweg daar naar binnen te komen. Omdat we twee ingangen hebben. We hebben namelijk een ingang aan de Rode Kruislaan. Maar de afstand vanuit de Rode Kruislaan naar het museum is een beetje langer. En terwijl je vanuit de Gemeenelandsweg rechtstreeks loopt naar het museum. Voor de veiligheid is het ook prettiger en makkelijker om het te coördineren. Dat alle bezoekers via de ingang van de Gemeenelandsweg en vooral de oudere mensen die zich dat nog kunnen heugen. Dat vroeger dus de ingang was aan de Gemeenelandsweg. Zowel dus de ingang van het Prins Bernhard kampement als de ingang van de Mimre Buku kazerne. Maar vanwege verkeerstechnische redenen hebben we dus de ingang verhuisd naar de Rode Kruislaan. Maar ieder is van harte welkom als ze dus hier naartoe willen komen.